Heel veel succes, dames hier, voor de Foreign Riders. A lot of success today. Terwijl de mannen ergens door de campen toeren, vertrekken de vrouwen. Ze rijden een ronde van 2,5 kilometer door Veldhoven. Normaal rijden de vrouwen ook een klassieker door de campen, maar door nieuwe regelgeving was dat dit jaar niet mogelijk. Als je een klassieker rijdt, zoals we dat ook met de mannen doen en ook al jaren bij de vrouwen gedaan hebben, dan moet je dus de campen in over de openbare weg. Dan heb je heel veel begeleiding van politie en motoren nodig. En de nieuwe reglementen schrijven voor dat er dan echt alleen maar politie bij mag zijn. En dat betekent dat je hier 2 pelotons politie nodig zou hebben en dat is niet gelukt dit jaar. Dus we rijden de mannen door de campen heen met politiebegeleiding en de dames die er juist voorbij kwamen rijden een ronde van 2,5 kilometer door Veldhoven. De hobbyisten reden wel dezelfde tocht als de mannen, soms wat minder ver en meestal wel een stukje langzamer. Ja, er is niks lekkerder volgens mij dan eerst een stukje wielrennen en dan... Birken. Kun je het hebben zo? Ja, absoluut. Geweldig, geweldig. Toertocht. Ja, geweldig. Echt een aanrader. Ik snap niet dat er niet zoveel mensen zijn, want het is echt een prachtige tocht. Ja, absoluut. Nou, net als deze mevrouw, die heeft niet heel erg strakke benen, maar voelen best soepel aan in principe. Maar dit is wel goed voor het bloedtoevoer. Afvalstoffen eigenlijk een beetje eruit smeren en toch een beetje relaxing krijgen na de tour. Ik hoor net dat u soepele benen heeft. Nou, wat een compliment, ja. Heeft u wel hard gefietst eigenlijk? Ja, ik heb wel hard gefietst, ja. Maar ik fiets ook veel. En ik hardloop ook veel, dus er zal er wel iets goed zijn hè, van de benen. Nee, ik heb hem nog niet gehaald. Ik heb hem niet gedronken, nee. Nou, laten we zien hoe dat eerste slokje eruit ziet dan. Ja, maar dat eens proberen. Het is meteen leeg, die bel. Kijk toch eens wat die smaakt.